We staan hier bij een grote brand in Lochem. Kunt u daar iets meer over vertellen? De brandweer die is rond 10:15 gealarmeerd voor een brand aan de Kwinkweert in Lochem. In eerste instantie was niet helemaal duidelijk welk bedrijf het betrof. Inmiddels is bekend dat het om de kringloopwinkel gaat. En de brand die woedt momenteel in het gedeelte waar de goederen worden aangenomen. Vandaar dus ook een paar knallen die zijn gehoord. Is de brand nog verder overgeslagen? Dat is op dit moment nog niet bekend. De brandweer heeft ervoor gekozen om het deel waar dus die goederen worden aangenomen, om dat te laten uitbranden. En voor de rest is van de omvang en de overslag naar eventuele omliggende bedrijven is nog niet van bekend. En over de oorzaak is eveneens nog niks bekend? Ook daar is nog niks over te zeggen. Hoe lang denkt u nog bezig te zijn bij deze brand? Dat durf ik je ook niet te zeggen. Voorlopig staan we hier denk ik nog wel even. Hoeveel personeel heeft u ingezet? Er zijn op dit moment 4 blusvoertuigen ingezet. Lochem, Laren, Barchem en Almen. En de hoogwerker uit Zutphen is aanwezig. Daarnaast hebben we ook wat materieel voor de waterwinning ingezet. Nee, en ook heel mooi.